De Stichting Women United Suriname, WUS, heeft vandaag een gezellig ontbijt voor ruim 80 personen met een beperking gehouden. Deze activiteit is georganiseerd in verband met de Internationale Dag voor de Mens met een Beperking, morgen 3 december. Het ontbijt vond plaats in de zaal van de Kennedy Stichting. De Internationale Dag voor de Mens met een Beperking is door de VN uitgeroepen als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te houden. Dit moet zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal gebeuren. De stichting WUS richt zich daarom ook op deze doelgroep. Een van haar doelen is namelijk het informeren van de Surinaamse samenleving over de potenties en de ontwikkelingen bij vrouwen, achtergestelde groepen en de bijdrage die zij kunnen leveren aan de opbouw van land en volk, zegt voorzitter Roseline Daan. Dit is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij de stichting onder andere met andere partners het vorig jaar in de Paramaribo Zoo was met kinderen die een beperking hebben. En vandaag hebben we het een beetje anders aangekleed. Vandaag zijn er bij enkele politici, we hebben er artiesten bij en we hebben er mediapersoonlijkheden bij. En dat is niet zonder meer. Toen we de uitnodigingen aan het schrijven waren en een beetje aan het informeren waren wat de kinderen graag wilden, hebben die aangegeven dat ze graag enkele artiesten en mediamensen persoonlijk zouden willen ontmoeten. Onder wie Conchita Berggraaf, die hier aanwezig is, Nisha Madaren, die er ook is. En zo hebben we ook nog andere persoonlijkheden en politici. Het gaat om, als je het aan WUS vraagt, om een verwaarloosde groep. Een groep waar mensen heel vaak zeggen van, ach, ze kunnen maar eventjes wachten tot morgen, tot overmorgen. En zoals we weten in het geval van Stigesi, soms zelfs 2 jaren. Wij zijn er voor ze. We geven ze deze speciale dag, 3 december, waarbij we aangeven van, stop die discriminatie, accepteer deze mensen en gun hen een waardig bestaan. Voorzitter Roseline Daan van de Stichting Women United Suriname. De organisatie hield vandaag een gezellig ontbijt voor ruim 80 personen met een beperking. Deze activiteit is georganiseerd in verband met de Internationale Dag voor de Mens met een Beperking morgen 3 december.